Nou, vorige week kon je dus al zien dat we bij mevrouw Breijmer waren, waar we deze fantastische taart hebben gemaakt. Verderop. Want Marit Leenstra, ja, de schaatsster natuurlijk. Ja. U woont twee huizen ernaast, geloof ik, hè? Ja, ja. Dan maken we hem voor Marit. Ja. En die weet dat er iemand komt, maar die weet eigenlijk helemaal niet wie er komt. Maar dat zijn wij natuurlijk. Met deze lekkere gebakken taart. Kijk, ze moet al lachen. Ze heeft ons al gezien. Hi, Marit in sponsorkleren. Ik kan je even geen hand geven. Ik ben Joey. Hi. Van GPTV. Kijk eens, we hebben een lekkere taart voor je. Heerlijk. Ja, enig idee waarom? Nou, nee. Ik heb geen idee. Nee, nou, het is gemaakt door je... Ja, bijna buurvrouw, ja. Ja, ik ken hem. Ja, we hebben hier een beetje ruzium gekregen, want dit was niet het midden. Kijk, hij is niet precies het midden. Dit is kleiner dan dat. Maar dat zie jij ook niet, denk ik, hè? Nee, hij ziet er prachtig uit. Ja, kijk, zie je wel, mevrouw Breijmer, hij ziet er prachtig uit. Ja, het geeft extra kracht, zeggen ze. Het geeft extra kracht, maar je hebt er van de week al eentje gehad, geloof ik. Ja, vorige week had ik ook eentje gehad. Dus ik hoop dat je nog vooruit komt. Nou, absoluut. Ja, hoor, dat zeker. We gaan altijd snel verrijden, dus... Ja? Ja, zeker. Ja, mijn buurvrouw maakt wel vaak taarten. Ja. Dus en dan, krijg, als ik goed gereden heb, dan krijg ik ook vaak een taart. Ah, kijk, dus dit is het geheim van Marit. Dit is het geheim, inderdaad. Ik heb nog wat dingen meegenomen. Kijk, natuurlijk deze. Die kunnen we er even opzetten. Ja. De Friese vlag. Dan dacht ik natuurlijk een Nederlandse vlag. Nou, natuurlijk GPTV vlaggetje. Ja, die moest er natuurlijk ook bij. En nou, deze die herken je wel, denk ik. Nee, die herken je niet. Er gaat geen belletje rinkelen bij deze vlag. Nou, als ik heel eerlijk ben, die andere die had ik nog wel iets over kunnen zeggen. Maar deze, dat, nee, eerlijk gezegd niet. Nee, ja, ik herkende hem ook niet. Maar iemand die hem gemaakt heeft in ieder geval, die zegt, als ik het moet geloven, dat dit de vlag is van Moskou. Is dat de vlag van Moskou? Dit is de vlag van Moskou. Oké. Ja, jij denkt die mensen winnen nooit natuurlijk. Daar, die vlag zie je nooit naar beneden. Dan is de Russische vlag, die herken ik natuurlijk wel. Maar de vlag van Moskou. Nou, mooi. Ja. Dat zetten we er ook in. Nou, allereerst nog gefeliciteerd met je NK Allround titel natuurlijk. Bij ons op het podium, de nationale Allround kampioene voor jullie, Marit Leenstra! We zijn in het huis van je ouders. En als je zo om je heen kijkt, is het eigenlijk meer tot jouw huis geclaimd dan dat het van je ouders is, volgens mij, met al die prijzen. Nou, ik heb wel veel van mijn prijzen. Inderdaad, de bloemen die ik gekregen heb staan er nog en de krant staat er nog. En hier fiets ik wel vaak in de woonkamer. Dus mijn fiets staat hier. Dit is zo'n fiets die in de woonkamer blijft staan? Ja, in de winter staat hij er wel vaak, ja. Wat maakt voor jou het schaatsen zo leuk? Het gevoel van snelheid eigenlijk. Dus dat je door die bochten gaat en dan die druk op de benen en... Dat je eigen snelheid creëert misschien. Dat je er zo uit je bocht schiet. En dat, ja. Het is gewoon eigenlijk het gevoel dat het je geeft. Dus daarom vind ik ook de 1500 wel een hele leuke afstand. Hoe ziet een dag eruit dan? In de zomer? Ja. In de zomer ga ik bijvoorbeeld 's ochtends vaak fietsen. En dan 's middags hebben we meestal krachttraining of een sprinttraining lopend. Of skileren. Dan doen we een andere training. Ja. En tussendoor gaan we slapen en eten. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja. En de wintertraining? Wintertraining is 's ochtends schaatsen. 9:15 in Tialf. En dan ga je warming up. En dan 9:30 op het ijs. Tot 11:00. En dan nog even uitwerken en koffie drinken. En dan weer naar huis. En vanmiddag nog even fietsen. Wat zijn je verwachtingen voor dit jaar? We hebben nu nog natuurlijk het WK. En dan het WK afstanden. Daar hoop ik ook voor podiumplekken mee te kunnen doen. Ja. Maar ja, daar moet ik me eerst nog voor plaatsen. Dus dat moeten we nog even afwachten. Hoe erg zit dat erin dat gaat lukken? Nou, 1000 meter zit ik wel heel goed. Dus als het goed is, plaats ik me bij de volgende Wereldbeker in Heerenveen daar wel voor. En dan de 1500. Het gaat nu heel goed. Dus ik denk dat ik daar ook wel bij zit. Ja. En dan het ploegachtervolging ook mee te kunnen doen. Afgelopen weekend was het WK Allround en Marit heeft daar besloten samen met haar coach om niet aan de start te verschijnen van de afsluitende 5 kilometer. Ja, ik gisteravond werd niet helemaal lekker. En maag en darmen klacht eigenlijk. Dus overgeven en naar de wc en zo. En, dat heeft net te veel energie gekost. Vandaag voel ik me wel weer oké. En het eerrijden ging wel lekker vanochtend, dus ik dacht dat het wel goed genoeg zou zijn en dat ik vandaag wel door zou komen. En dan morgen
ja, me wel weer helemaal fit voel. Maar ja, dit valt toch wel tegen. Tja, en hoe jammer ook. Eén ding is zeker, het kwam niet door de taart van mevrouw Bruimer. Volgende week in Joey. Carnaval is leuk! Duik ik onder in de wereld van het Friese carnaval. Blijf lachen.